Hoi Stier, welkom bij je reading voor november. Ik hoop dat het goed met je gaat. Zoals je ziet, tada, Halloween. Ja, uiteraard, ik ben een heks. Wat wil je? Hè? Het is niet anders. Mijn zus is er ook weer, zoals je ziet. Ja, zij dan, hè. En ik ga een reading voor je doen voor de volle maan. Neem mee wat op jou van toepassing is en de rest mag je achterwege laten. En dan ga ik beginnen met je eerste kaart van de Halloween Oracle van Stacey DeMarco. Je hebt natuurlijk vaker wel decks van haar gezien. En we hebben de Lamp Remembrance. Oh jee, gaan we weer van die sentimentele zotte uithangen wij? Oh jee. Nou, in ieder geval, herinneringen. Dingen die je je herinnert. Misschien iets, herinneringen uit het verleden. Of dingen die... Want een lamp, ik bedoel zo'n lamp. Ik bedoel, ja, tegenwoordig hebben we natuurlijk alles elektrisch. Maar zo'n lamp was natuurlijk fantastisch, hè. Die hebben wij vroeger nog één gehad in de tuin. En dan draaide je er zo'n beetje omhoog. En dan liet hij meer olie los. Nou, dan had je wel wat meer elektriciteit. Voor degenen onder ons die dit dus nog kennen. Maar dit is wel van vroeger, hè. Oh jee. Als we maar niet sentimenteel worden. Ja, hey, ons kent ons, hè. Wij zijn gewoon zo. Aardetekens, watertekens, ach. Wij zijn van die, ja. Wij zijn gewoon zo. Ach, kan ons het schelen. Maakt niet uit. In ieder geval, ik ga kijken naar je reading. De eerste kaart. Dit is een volle maan reading trouwens. De eerste kaart. Jijzelf, de dwaas. Dat is toch niet zo sentimenteel als dat je in de eerste instantie zou denken, hè? Ik bedoel, dit is... De dwaas is avontuur. Het is nieuw avontuur. Het is openstaan voor nieuwe dingen en nieuwe belevenissen. En hè, je hebt je knapzakje bij je en je gaat gewoon. En wat is nou het ergste dat me kan overkomen? Gewoon met een soort kinderlijke nieuwsgierigheid de wereld ingaan en ik zie wel wat er komt. Oké. Oké, goed, ja. Wat zijn je kwaliteiten? Het oordeel. Opnieuw beginnen. En vertrouwen. Ook al weet je nooit precies waar je heen gaat, vertrouwen hebben. In het universum, in jezelf. Er zijn altijd nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, dingen te ontdekken. Je hebt een bepaalde reis afgelegd. En met de kennis van die reis ga je beginnen aan een nieuwe reis. Je hebt dingen meegemaakt, die dingen hebben je sterker gemaakt. Je hebt er dingen van geleerd, je hebt er lessen uitgetrokken. En daarmee ga je nu een nieuwe reis aan. Misschien is dat wel die remembrance. Misschien is dat wel, zijn dat die herinneringen. Herinneringen aan het oude leven, het leven wat je achter je laat. En gewoon zeggen, oké, dit is wat ik eruit getrokken heb. En nu ben ik klaar voor die nieuwe reis. Oké. Wat is hetgene dat je aan anderen te bieden hebt? Page van bekers. Liefde, goede wil, betekenisvolle lessen, mogelijkheden. Je geeft het door aan anderen. Je ontvangt het zelf, maar je geeft het ook door. Wat betekenisvol is. Wat je wilt bereiken. Wat belangrijk is voor je. En dat is hetgene wat je anderen te bieden hebt. Misschien aan hun laten zien wat er nou zo belangrijk is. Of misschien wel wat er zo belangrijk is aan die lessen. Want weet je hoeveel mensen er zijn die dingen in het leven meemaken en die denken, die alleen maar denken, ja, nou, prima, ik heb het meegemaakt, doei. En die niet beseffen dat daar een heel belangrijke les in zit. Die jou verder helpt om je te ontwikkelen als persoon zijnde. Wat is hetgene dat jou gelukkig zou maken? Vier van bekers. Die nieuwe kans aan de horizon waar je eigenlijk niet op had gerekend.
Er zijn altijd nieuwe kansen, stier. En altijd nieuwe mogelijkheden. En precies op het moment dat je denkt, het heeft toch geen zin. Precies dan wordt die nieuwe beker aangereikt. Precies op dat moment. En dat is ook precies hetgene wat jou gelukkig zou maken. Misschien gewoon go with the flow. Een kans waar je niet op gerekend had. Misschien iets wat je helemaal niet hoefde te plannen. Of waar je helemaal niet naar hoefde te kijken. Gewoon, hey. Poef, zomaar ineens. Het is er. En ik ga ervoor. Want wat heb ik te verliezen? En dan, wat weet je nog niet over jezelf, de toren? Oh my god. Wat weet jij nog niet over jezelf, de toren? Je hebt geen idee hoe hard jij dit nodig hebt. Je bent bereid om gewoon de hele zooi in te laten storten. Omdat je weet dat je er klaar mee bent. Als dit een bedrijf is, hè, en jij werkt daar, hè, en stel jij zou ontslag nemen en dat bedrijf zou instorten, dan zou je zeggen, is goed, prima, dan neem ik toch ontslag. Ik ga daar werken. Mogelijkheden zat deze dagen. Zo erg is het. Je bent bereid om de hele mieterse boel in te laten storten. Omdat je hier klaar voor bent en ergens klaar mee bent. Misschien heb je heel lang op een bepaalde plek gezeten. Of in een relatie of wat het dan ook is. Dit kan alles zijn. Misschien heb je ergens heel lang gezeten en dat je nu denkt. De hele mieterse zooi mag omvallen van mij. En je weet het nog niet over jezelf. Maar je bent er klaar voor om het te doen. Je weet het nog niet eens. Je weet het niet. Ja, of misschien weet je het wel van jezelf, maar dit is hetgene van jezelf wat je nog niet weet. Deze kaart. Misschien heb je niet eens een idee over hoe ver je bereid bent te gaan. Of hoe klaar je ervoor bent om het te doen. Oké. Okay. Jullie weten me altijd te verrassen en ik ga erin mee. Wie valt hier uit? Er vliegt iemand uit, hoogpriesteres. Er is iets heel sterks aan je intuïtie. Ik denk dat die spot on is, helemaal gewoon. Jouw intuïtie is er gewoon en je voelt het. Je voelt het. Normaal gesproken zijn stieren, die zijn logisch, praktisch. Dit voor elkaar, dat voor elkaar. Maar nu, je intuïtie stuurt je deze kant op. Je gevoel. Je hebt de hierofant en je hebt de hoogpriesteres. De hierofant is het volgen van de regels. Maar de hoogpriesteres is het breken van de regels. En het meegaan met het gevoel. Met de maan. Het element water. Met je hart. Niet je hoofd, maar je hart. Voor de dwaas heb ik de aas van staven. Ik heb de page van staven. En ik heb de 9 van pentagrammen. Je kunt dit doen omdat je voelt hoe onafhankelijk je bent. Hoe sterk je in je schoenen staat. En je voelt ook je motivatie. Ik word helemaal stil van je reading. Het is 1 of 2 keer in een jaar of zo. Denk ik. Dat je een stier zo meemaakt. Dit komt niet vaak voor. Deze mentaliteit, deze houding. Komt bij stieren niet vaak voor. Wij zijn het bouwen op de lange termijn. Het behouden van. Het regelen van. De langdurige stabiliteit. Waar altijd iedereen op kan rekenen. Dat zijn stieren. Zo zitten stieren in elkaar. Het is waar we goed in zijn. Maar nu zie ik een stier. Die gemotiveerd is, die nieuwe dingen wil ontdekken en nieuwe dingen wil leren en niet geen seconde twijfelt om dat te doen. En je hebt 9 van pentagrammen, dit is onafhankelijkheid en voor jou is dit meer dan alleen materiële praktische onafhankelijkheid, omdat pentagrammen veel dieper zitten dan dat. Het is je eigen element. Dus vanuit je eigen element ben je volkomen onafhankelijk.
En dan begrijp ik inderdaad dat je hier klaar voor bent. Omdat er niks is wat je nu op dit moment kan tegenhouden. Er zit een bepaald besef in je. Een besef. En ik kan er nu nog mijn vinger niet op leggen. Maar er zit een besef in je. Misschien wel hierdoor. Hiervan uit. Dat er iets klaar is. Het oordeel. Welke kwaliteiten heb je in jezelf? Wat zijn jouw kwaliteiten? We hebben de 3 van staven. We hebben de 7 van bekers. En we hebben de zon. Je zult altijd bewust kiezen. Maar dit keer gaat de keus verder dan alleen maar logica en praktische zaken. Deze keer kies jij vanuit motivatie, vuur, solar plexus. En je kiest vanuit liefde, betekenis, zinvolle keuzes die gemaakt worden vanuit je hart. Dit zijn 2 plekken in ons spirituele wezen waar stieren meestal van of van weg blijven of zeggen: oké, ik wil hier wel voor kiezen, maar dan moet het praktisch ook op orde zijn. Ja? Zo zitten stieren in elkaar. Maar nu zie ik een keuze vanuit je motivatie en creativiteit. En een keuze vanuit je hart en je gevoel. Wat je gaat leiden tot je geluk. En misschien is daarom net die hoogpriesteres eruit gevallen. Omdat je intuïtie momenteel sterker is. Dan alleen logisch denken. Kijk, je kunt heel lang logisch denken. En je kunt heel lang zeggen: oké, prima. Ja, doe maar. Ja, is goed. Gaan we doen. Oké, praktisch. Daar kun je heel lang op gaan. Heel lang. Maar er komt een moment waarop het vuur in je net even iets sterker is dan het element aarde. En ik zie dat dat nu aangebroken is. En ik weet niet wat de oorzaak hiervan is, waarom het vuur aangewakkerd is, waarom het nu zo sterk is. Ik heb geen idee. Niet in jouw leven, wel in dat van mezelf, maar niet in dat van jou. Maar er is een situatie die het vuur heeft aangewakkerd en het vuur is momenteel sterker dan de aarde. Het is, nou, misschien niet sterker, het is overtuigender. Wat is hetgene dat jij anderen te bieden hebt? We hebben kracht, we hebben de 8 van zwaarden en we hebben de koningin van bekers. Wat is hetgene dat jij anderen te bieden hebt? En ik denk dat de boodschap heel simpel is. Zolang jij je gevoel volgt en je hart sterker laat zijn dan gedachten die je tegenhouden, dat je sterker bent dan wat dan ook. Zolang je gevoel volgt, je intuïtie, kan je niks overkomen, kom je altijd de sterkste uit de bus. En natuurlijk zijn er altijd gedachten die je tegenhouden. Er zijn altijd logische zaken, praktische zaken waar je goed over na moet denken. Zal ik dit wel doen? Moeten we dit wel doen? Moeten we dat wel ondernemen? Ja, die zijn er altijd. Maar hier heb je de koningin van bekers. We hadden net de hoogpriesteres die eruit valt. Nu heb je de koningin van bekers. Dit is de kleine arcana, het equivalent daaraan. Soort van. Je gevoel is zo sterk en hetgene wat jij aan anderen kunt meegeven is: volg dat gevoel, want dat gevoel
is bevrijdend. Dat gevoel geeft jou alle mogelijkheden in de wereld. Het maakt je sterker dan je ooit bent geweest. En dat is de boodschap die jij aan anderen meegeeft. Waar komt dit bij jou ineens vandaan? Ik ben zo nieuwsgierig. Waar komt dit bij jou vandaan? Wat ik al zeg, ik weet waar het bij mij vandaan komt. Maar dit, zo zie je een stier maar 1 of 2 keer per jaar. Waar komt dit bij jou vandaan? Laat het me alsjeblieft weten. Ik ben zo ontzettend nieuwsgierig. Oh. Oké. 4 van bekers. Wat is hetgene dat jou gelukkig maakt? Een mogelijkheid die zomaar ineens pats, boem, zomaar op je ding komt vallen. Wat zou jou gelukkig maken? Oké. We hebben de duivel, de keizerin, koningin van zwaarden. Wat zou jou gelukkig maken? Ik zei net een mogelijkheid. Een mogelijkheid die patsboom zomaar uit de lucht komt vallen. Poef, daar is hij. Een mogelijkheid die jou de kans geeft om te breken met hetgene wat je vasthoudt. Je hebt hier die duivel, hè? Ze lijkt een beetje op Morticia Adams, maar dan in de rode jurk. Je hebt hier die duivel en die duivel die kan je houden waar je bent. En het kan gaan over een gewoonte, het kan gaan over een plek waar je je op dit moment bevindt. Mensen die in je leven zitten, bepaalde obsessie of hè, misschien zelfs verslaving, kan ook. Misschien is het depressie, kan ook nog. Een bepaalde negatieve situatie, maar die situatie wil je houden waar je bent. Maar hetgene wat jou gelukkig maakt, is een situatie, een nieuwe situatie, een beker, die zomaar uit het niks wordt aangeboden en die jou hieruit trekt. Zonder dat je erom had gevraagd, je hoeft er dan niet eens naar op zoek. En ik denk dat dat gaat komen. Sterker nog, ik denk diep van binnen dat het er al is, dat het misschien al is verschenen ergens afgelopen maand. Of ja, deze maand dan, want we zitten nu nog in oktober. Maar ik denk dat die mogelijkheid al is verschenen in oktober. Denk ik. Alleen nu krijg je groen licht. Met die keizerin. En die koningin van zwaarden. De keizerin is degene die op aarde creëert wat zij in het universum heeft. Alle energie vanuit het universum, je ziet hier ook altijd op haar kroon, zie je 12 sterren. Daardoor is zij verbonden met de 12 sterrenbeelden. Zij is direct verbonden met het universum. En ze creëert in de 3D-wereld. Met die hoogpriesteres en met die koningin van bekers, denk ik dat jij ontzettend sterk verbonden bent deze maand met het universum. En daardoor alles wat je voelt, creëert in de 3D-wereld. Dat is een zegening, het is ook een waarschuwing. Want als jij van bovenaf liefde voelt en je voelt die liefde in je hart, dan is liefde wat je creëert. Als je geluk voelt, is dat geluk wat je creëert. Als je aan die mogelijkheden denkt, zijn die mogelijkheden wat je creëert. Maar één negatieve opmerking kan ervoor zorgen dat jij je slecht voelt. En dat je vrijwel direct die dingen creëert. Dus het is een zegen en het is een vloek. Je moet hier echt mee oppassen. Pas deze maand alsjeblieft op. Met alles wat je denkt. Elk liedje dat je meezingt. Elk woord dat je zegt. Alsjeblieft. Want ik denk dat jij direct aan het manifesteren bent hier op aarde. Denk na bij alles wat je zegt. Doe, denk alles. Denk alsjeblieft na. En dan hebben we deze koningin nog. Een koningin die een visie heeft voor de toekomst. Die helderheid heeft in de toekomst. Die misschien soms wel eens in kleine hoeveelheden de toekomst kan voorspellen.
die onafhankelijkheid gaat hier verder. In hetgene wat je gelukkig maakt. De onafhankelijkheid van hier komt hier terug. En hier gaat hij veel verder dan dat. Omdat je hier breekt met het oude, het nieuwe creëert en de toekomst voorziet. Stier, echt waar. Er zijn mensen die zeggen dat wij saai zijn. Ik denk dat er nu mensen even achter de oren gaan krabben. Hoe heb ik dat ooit kunnen zeggen? Hoe heb ik het ooit kunnen denken? Maar dan moeten we dus de toren nog krijgen. Ik zit hier gewoon in stilte te grinniken. Want we moeten de toren nog krijgen. En we hebben hem. We hebben de 9 van bekers. Ik hou mijn hart vast. We hebben de 6 van bekers. En we hebben de 8 van pentagrammen. Mm-hmm. Weet je waarom jij die toren kunt laten vallen? Omdat je compleet onafhankelijk bent. En als wij het niet samen gaan bouwen, dan bouw ik het alleen. Dat is alles. Of je geeft me een mogelijkheid, of we gaan in goed overleg samen dit doen, of hè, we pakken allebei iets op en we gaan eraan beginnen en we brengen het samen, of ik doe het alleen. Maar als jij geen kant op wil, dan is dat prima, want ik doe het alleen, ik kan het alleen. Je hebt de mogelijkheid om dit samen met me te doen. Ik wil je meenemen, ik wil je die vrijheid geven. Ik ben bereid om jou samen met mij sterker te maken. Ik ben bereid om je dat te geven, maar als je het niet wilt, doe ik het alleen, want ik kan het alleen. 9 van bekers, 6 van bekers, 8 van pentagrammen. Ik heb je nog nooit zo ontzettend sterk gezien. Maar nu weet ik waarom je bereid bent die toren te laten vallen. Ik snap het. Je wilt dit samen doen, heus wel, met wie je ook te maken hebt. Je wilt dit samen doen, maar als zij je geen keuze geven, ben je bereid het te laten vallen. En dan doe je het zelf. Wauw. En dat is hetgene wat je nog niet over jezelf weet. Of misschien net wat ik zeg. Misschien heb je het al wel door. Ik denk dat de aankondiging van dit alles, dat het in oktober al is gekomen. Deze maand. Ja, afgelopen maand dan. Maar de aankondiging hiervan heb je al gehad. En het is bijna alsof je nu in een overleg zit en je geeft een keuze, je geeft mogelijkheden, je geeft liefde en je bent bereid het allemaal te geven. Maar als je niet wilt, doe ik het zelf. Dat is gewoon dit, ja. Het is de samenvatting van je hele reading. En het is een best lange titel. En ik weet niet of ik die... Ik wil hem geven, maar ik weet niet hoe ik het beter kan verwoorden. Dus daar moet ik nog even over nadenken. Maar dat is de samenvatting van je hele reading. Ik ben bereid alles te geven. Ik ben bereid alles te doen. En ik wil het met je delen, maar... Hè, en dat kan een partner zijn. Het kan een collega zijn. Het kan je buurman zijn. Het kan iedereen zijn. Je bent bereid alles te geven. Maar als je niet wilt, doe ik het alleen. Punt. Dat is het gewoon. En hier hebben we weer de hoogpriesteres. Je intuïtie is zo sterk. Die gaat je door alles heen leiden. En die, ik denk dat die kleine roeping al geweest is. Dat je het gevoel al hebt gehad. Maar ik denk met de maand november. Vooral wanneer de sluier tussen werelden zo dun is.
dat het alleen maar sterker wordt. Jouw intuïtie is zo, zo ontzettend sterk en je kunt het niet tegenhouden en je wil het ook niet tegenhouden door die onafhankelijkheid, door die visie voor de toekomst. De directe manifestatie van as above, so below. Die directe manifestatie die jij creëert. Er is geen tegenhouden aan en je intuïtie weet het. Nee, er is inderdaad geen tegenhouden aan. We hebben de zegenwagen. Er is geen tegenhouden aan. Ik denk dat de wagen al lichtelijk in beweging is gekomen. En die gaat nu alleen maar sneller, 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 sneller. Sneeuwbaleffect. Er is geen tegenhouden aan. Je bent doelgericht. Je bent onafhankelijk. Je weet wat je wil. Je weet wat je kunt. Je weet wat je gelukkig maakt. En je bent bereid alles te laten vallen. Ik heb je nog nooit zo sterk gezien. Niet in een van deze readings voor mijn dingen. En ja, oké. Okay. Hou maar op. Team van Bekers, degene die het tarot kennen, jullie weten wat dit betekent. Maar dit gaat je leiden tot compleetheid. Tot je eigen compleetheid in verbindenis met je ziel, met je hart, met het universum, met alles. Maar het gaat je compleet maken. En ik denk dat je, als je dit hebt, dat je je afvraagt, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Er is geen tegenhouden aan. Nou, je hebt een titel. Oké, goed, prima. Het is echt... Pfft. Jongens. Wat doe je me aan, maar ik vind het geweldig. Ik vind het echt geweldig. Oké, ik pak deze. The Moon Witch Oracle. We hebben de Witch's Hat. Express yourself, share your gifts with the world. Druk jezelf uit en deel je gaven met de rest van de wereld. Druk jezelf uit. Laat het weten. En vooral hier. En deel je gaven met de wereld. En er is een kans voor sommigen van jullie dat je dat alleen moet doen. Maar deel hem hoe dan ook. Doe maar gewoon. Deel hem maar. Als laatste een personal power oracle card. En we hebben I am perceptive. Ik denk dat we een stier hebben die bereid is mogelijkheden te wagen. En die denkt, laat maar komen, ik ga er gewoon voor. En getal 1 en 6 samen wordt het getal 7. 7 is het getal van de zegenwagen. Ik ga er gewoon voor. Ik heb niks te verliezen. Go with the flow. Hè? Ik ga dit gewoon doen. En wat er ook op mijn pad komt, ik neem het op. Want ik ben er klaar voor. Want ik ben er onafhankelijk genoeg. Om kansen aan te nemen en het gewoon te laten gebeuren. Er zijn zoveel dingen die je weet. Ook met die hoogpriesteres. I am perceptive. Ja, hoogpriesteres ook. Ik neem dingen op. Je neemt dingen op. Je intuïtie neemt dingen op. En het gaat je leiden. Prachtige reading. Oké. Okay. Stier, ik ga hem op deze manier afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Mocht je vragen hebben, laat het me weten. Mocht je Halloween gaan vieren, een heel fijne Halloween. In ieder geval, ja, als je hem kijkt voor 1 november. En ik wens je een hele fijne maand. En laat me alsjeblieft iets weten of zo. Ik wil dit zo graag weten. Oh, oké. Okay. In ieder geval, dank je wel. En ik hoop tot ziens. Doei.